Nou, we beginnen gewoon heel bazaal. Waar gaat het om met die variabele uitkering? Vanaf 1 september vorig jaar geïntroduceerd in de pensioenwet. In tegenstelling tot wat traditioneel vanaf 2007 in de pensioenwet was vastgelegd, de vastgestelde uitkering, waarbij de kapitaal- en premieovereenkomst heeft de deelnemer de keuze uiterlijk op de pensioeningangsdatum, dus volgende plaatje kom ik daarop terug, uiterlijk op de pensioeningangsdatum om te kiezen voor een variabele in plaats van een vastgestelde uitkering. Nou, de gedachte daarvan is dat het onder bepaalde omstandigheden en factoren, zeker in deze huidige tijd, bij de financiële en markt- en renteomstandigheden en de steeds maar oplopende levensduurverwachting misschien wel gunstiger zou kunnen zijn voor de werknemer. Nou, dus, heel kort gezegd is dat het achtergrond ook van deze regelgeving. En verder is er een belangrijke taak bij de beleggingen, de beleggingskeuze, de beleggingsprofielen afstemmen op ook de doelstellingen die een individuele deelnemer heeft en de bereidheid om een risico wel of niet te dragen. Nou, daar moet allemaal rekening mee worden gehouden bij zowel de informatieverstrekking als bij het opstellen van beleggingsprofielen. Je mag één beleggingsprofiel hanteren als uitvoerder voor alle deelnemers. Je mag ook meer beleggingsprofielen hanteren. Je mag ook de keuze van de beleggingen aan de deelnemer geven. Ja, dat mag allemaal. Maar bij alle, dus ook als je maar één door de uitvoerder zelf vastgesteld beleggingsprofiel hebt, dan moet het wel afgestemd zijn op de risicohouding van de deelnemers. En dat moet ook getoetst worden, in ieder geval eens om de 5 jaar. Het is nogal een gedoe, vind ik zelf, als ik het zo bekijk wat er allemaal moet gaan gebeuren. Maar goed, dat neemt niet weg. Verzekeraars bieden het aan. Niet alle verzekeraars, maar er zijn verzekeraars die het aanbieden. Dus die vinden dat misschien dan toch wel interessant om daarmee bezig te zijn. Ja, wat het tweede bolletje haal ik er ook nog even in het bijzonder uit. De beleggingen die mogen zijn afgestemd op de vastgestelde uitkering. Dus dat is mooi. Maar, er komt er meteen naartoe, tenzij is gebleken... dat de deelnemer een voorkeur heeft voor een variabele uitkering. Dan mag de belegging opeens niet meer zijn afgestemd op de vastgestelde uitkering. Althans, dan moet je dat gaan onderzoeken. Dan moet je gaan onderzoeken wat de risicohouding is, wat het risicoprofiel is, welke risico's hij kan dragen. En dan moet je daarmee rekening houden. De beleggingsprofielen vaststellen en dan moet je minimaal eens per de 5 jaar gaan herijken. Of zoveel eerder als daar aanleiding voor is, of zoveel eerder als de deelnemer om een herijking vraagt. Die laatste 2 weken niet bijgezet op het laatste liggende streepje. Maar het is niet zo dat je 5 jaar niks hoeft te doen. Nee, als er redenen zijn, dus dat moet je ook monitoren. Als er redenen zijn om eerder dan na die 5 jaar het beleggingsprofiel te herzien, moet je dat doen. En als er om wordt verzocht om een herijking, moet je dat ook doen. Ja, dus er is nogal veel wat er gevraagd kan worden van jou als uitvoerder. Goed, wil je dus iemand adequaat adviseren, zonder dat je achteraf risico's loopt, dan zul je dus vergaand moeten zijn met voor- en nadelen van alle diverse aspecten tegen het licht houden. En ook een goede inventarisatie doen van ja, zijn doelstellingen en zijn risicomogelijkheden en zijn risicobereidheid. De keuze, wanneer moet die worden gemaakt? In elk geval, als pensioen ingaat of kan ingaan, moet de keuzemogelijkheid worden aangeboden. Dan in elk geval. Mag eerder, maar dan in elk geval moet die keuzemogelijkheid worden aangeboden. Nou, dan moet je dus weer allerlei goede informatie krijgen om die keuzemogelijkheid in te bedden in goede voorlichting. En op de shopmogelijkheid moet iemand worden gewezen. Die shopmogelijkheid is relevant. Ja, was in het algemeen vanuit verzekeraars en premiepensioeninstellingen was die shopmogelijkheid al aanwezig bij kapitaal- en premieovereenkomsten. Ik zeg shopmogelijkheid bij verzekeraars en premiepensioeninstellingen, zelfs een shoprecht. En dat is nu wat meer accent gekregen voor het geval je een variabele uitkering wil en je uitvoerder heeft dat niet, of precies omgekeerd, hè? Want de vastgestelde uitkering, je uitvoerder heeft dat niet. Dus dat is shoppen, is dan recht vanuit een verzekeraar of een PPI voor zover je daar gebruik van wil maken en de uitvoerder heeft niet de regeling die jij aantrekkelijk vindt, dus dat kan. Nou, bij het invoeren van deze wet verbeterde premieregeling is er bij je pensioenfondsen ook een shoprecht toegevoegd. Vanuit pensioenfondsen was er altijd de mogelijkheid, de bevoegdheid om mee te werken aan het shoppen. Nou, dat gebeurde natuurlijk niet, hè. Als er in de bevoegdheid is om iets vrijwilligs te doen, dan doen pensioenfondsen dat niet zo snel. Als dat betekent dat er geld uitstroomt.
Maar in relatie tot de keuze voor een vastgestelde of een variabele uitkering zijn ook pensioenfondsen verplicht om mee te werken, staat in de pensioenwet opgenomen als nieuw artikel. Maar de DNB heeft gezegd, ja, dat kan eigenlijk helemaal niet toegepast worden, want vanwege de taakafbakeningsregels zijn pensioenfondsen verplicht om een inkoop te doen conform de normen van de basisregeling. En als een basisregeling geen kapitaal- of premieovereenkomst is, en dat is meestal het geval, behalve bij je STIP, dan heb je aan het shoppen helemaal niks. Want dan moet je gaan inkopen in de uitkeringsregeling, de basisregeling, en dan vanuit de uitkeringsregeling mag je niet shoppen. Dus dat hele shoprecht vanuit het pensioenfonds is een wassen neus eigenlijk geworden, om die reden. Dus dat shoppen met het kapitaal is eigenlijk alleen maar actueel voor verzekeraars en premiepensioeninstellingen. Daar komt het om neer. Wat een belangrijk punt is de partner. Het hele verhaal, daar wilde ik ook nog even op inzoomen. Dus we hebben twee categorieën, de huidige en de ex-partner of ex-partner. Nou, er zijn fiscaal is daar een regel over, maar wat veel belangrijker nog is, of tenminste dat veel belangrijker, maar minstens zo belangrijk, zijn de civiele uitgangspunten waar je rekening mee moet houden. Wat staat er in de regels over de wet op de loonbelasting? Die afkoop en die omzetting die mag alleen met instemming van de partner of ex-partner die aanspraken op het pensioen behouden heeft na scheiding. Ja, dat staat in de fiscale regel, alleen met instemming. Het andere punt is civielrechtelijk. De huidige partner die heeft nog geen direct eigen recht op het ouderdomspensioen en ook geen direct eigen recht op het partnerpensioen. Het ouderdomspensioen, dat is van de deelnemer zelf, van de DGA zelf. En het partnerpensioen heeft hij ook zelf opgehouden. Zijn eigen pensioen, weliswaar ten behoeve van iemand anders. Maar er is geen eigen rechtstreeks recht op het pensioen. Niet op het ouderdomspensioen en niet van het partnerpensioen van de gehuwde partner. En dat eigen recht ontstaat pas bij scheiding. Dat ontstaat pas bij scheiding. Daarnaast is er een rechtstreeks eigen recht op betaling van een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen. En dat is een recht tegenover de DGA en als de scheiding tijdig wordt gemeld bij de eigen beheeruitvoerder, een eigen recht tegenover die uitvoerder, tegenover de pensioen-BV, zeg maar even kort door de bocht. Eigen recht, eigen verplichting van die pensioen-BV om dat deel door te betalen, rechtstreeks te betalen en, weten we op grond van de rechtspraak van de Hoge Raad, in beginsel ook mee te werken aan afstorting bij een professionele uitvoerder, zodat het niet meer onder de verantwoordelijkheid van die DGA valt. En ook dus voor de huidige partner geldt dit niet, hè, dat verhaal van die wet pensioenverheffing. Nog niet, zou ik met jou kunnen zeggen. En omdat het nog niet is, maar misschien wel komt in de toekomst, en het ouderdomspensioen toch mede is bestemd voor de partner, hè, dat is de rechtspraak van de Hoge Raad, het is eigenlijk bestemd voor beide echtgenoten, moet je civielrechtelijk wel met de redelijke belangen van die echtgenoot rekening houden als op het moment dat je wilt gaan afkopen of omzetten. Als je dat niet doet, niet op redelijke wijze met de belangen van de echtgenoot rekening houdt, handel je in strijd met de huwelijkse redelijkheid en billijkheid. Dat is eigenlijk vaste rechtspraak van de Hoge Raad. Redelijkheid en billijkheid brengt mee dat je ook in de vermogensrechtelijke sfeer met elkaar rekening houdt. Nou, dat vertaalt zich juridisch. Dat je niet zomaar een vooruitzicht op ouderdomspensioen kunt weghalen zonder dat die ander daar wat over te zeggen heeft of daarin gekend wordt of op andere wijze met de belangen rekening wordt gehouden. Dus dat is ook een punt waar je rekening mee moet houden. Kun je daar onderuit komen met van die verplichtingen? Ja, dat kan, want het is allemaal regelend recht. Dus afwijkende afspraken zijn mogelijk. Maar dat gaat dus via overeenkomsten met elkaar. Dus dan heb je de wederzijdse instemming van beide echtgenoten, is dan noodzakelijk. Voor het bijzonder partnerpensioen staat in artikel 3a van de wet pensioenverheffing dat bij overeenkomst kan worden afgeweken. Geeft verder geen specifieke vormvoorschriften. Kan bij overeenkomst worden afgeweken. En voor de verevening van het ouderdomspensioen is afwijking toegestaan. Maar dat geldt wel een vormvoorschrift. Dat kan alleen bij huwelijksvoorwaarden. Of bij een overeenkomst met het oog op de scheiding. Maar ja, als op dit moment die scheiding nog helemaal niet aan de orde is, kun je dan een overeenkomst met het oog op de scheiding met elkaar aangaan. Dat is, als je kijkt naar het karakter van een overeenkomst met het oog op de scheiding, zoals de wet het zegt, is dat niet de bedoeling.
Dat is niet de bedoeling. Dus als je nu gewoon zo'n onderhandse overeenkomst met elkaar zou aangaan, waarbij partijen bijvoorbeeld zeg maar afstand doen van hun recht op pensioenverevening, dan is dat waarschijnlijk, althans dat is goed verdedigbaar, geen rechtsgeldige overeenkomst, want het is geen overeenkomst met het oog op de scheiding. Dus dan zul je via huwelijksvoorwaarden zo'n afstand moeten gaan doen als je die nog niet hebt gemaakt. Hè? Als die er nog niet is. Dat kan al eerder zijn gebeurd, maar als die er nog niet is. Dus dat zijn wel ja, factoren waar je dus rekening mee moet houden en die meebrengen dat je niet zomaar eenzijdig tot afkoop kunt overgaan in overleg met jouw pensioen-BV. Dat is gewoon, denk ik, gewoon niet mogelijk. Met al deze elementen zul je rekening mee moeten houden. Ja, en dan krijg je natuurlijk ook de rol van wiens adviseur ben jij? Want er zijn tegenstrijdige belangen hier. Het zijn per definitie tegenstrijdige belangen. Dat zul je zorgvuldig mee moeten omgaan en moeten vastleggen en duidelijk moeten zijn. En eventueel heel erg expliciet erin zijn dat je maar voor één kunt optreden, niet voor de ander. Nou, wat ik geplukt heb van een andere site is dit plaatje. De 5 valkuilen bij adviezen over deze hele problematiek werd dat genoemd. Het is onduidelijk of de fiscaal adviseur alleen de belangen van de DGA behartigt of ook die van zijn partner. Ja, dat is, ik noemde het net al, hè, want de belangen zijn niet hetzelfde. Het zijn tegenstrijdige belangen. Dus daar moet je echt heel, heel duidelijk in zijn en duidelijk vastleggen voor wie je eigenlijk optreedt. Voor jezelf ook de vraag stellen of je wel beide heren, het kunnen heren zijn, hè? Het is maar een uitdrukking hier, beide heren wilt dienen. Dus dat is één aandachtspunt. Het tweede is, om een goede keuze te maken, moet je ook hier weer hele goede informatie hebben over de mogelijkheden, de ruimte, de bereidheid om ergens afstand van te doen of juist niet. Dat hangt van allerlei afspraken die er onderling zijn, hangt er ook af. Samenleving, overeenkomsten, pensioenbrieven, echtscheidingsconvenant, die vaak niet uitblinken, ook door duidelijkheid dit soort zaken. Vooral niet als er notarissen bij betrokken zijn geweest. Die geven niet de meest heldere teksten die ook niet altijd in overeenstemming met de pensioenwetgeving zijn. Dus dat is altijd een aandachtspunt. En de kennis over het huwelijksvermogensrecht is onvoldoende, hè, dus bij de adviseurs. Het is geen tekst van mij, nogmaals. Dus don't shoot a messenger, dat heb ik staat gewoon ergens op de site. Er zijn huwelijksvoorwaarden in vele soorten en maten. De tekst is vaak onduidelijk. Nou, dat laatste kan ik bevestigen. Want ik doe heel wat procedures op het pensioenterrein over onduidelijke afspraken over de pensioenverdeling. Met allemaal goede bedoelingen. Maar het is lang niet altijd helder vastgelegd. En dan komen we eigenlijk ook bij het vierde puntje. Dat het gewoon een waarschuwing kan zijn. Afspraken niet altijd goed vastgelegd. Laat het opstellen van een juridisch waterdichte overeenkomst over aan specialisten. Dat is altijd wel een verstandig advies. Hè? Want bedoelingen, intenties, afspraken met elkaar maken. Maar wil je ze precies op papier hebben. Zodat er later niet meer discussie over kan gaan ontstaan. Dat is juridische handarbeid. Waarvan ik dan toch wel zo eigenwijs ben om te zeggen, ja, dat kan alleen eigenlijk een jurist kan dat echt goed. Maar ook niet elke jurist, hè. Dus niet gewoon in het telefoonboek kijken en onder de J van jurist en de eerste plukken. Dat is geen waarborg dat je dan ook iemand hebt die dit goed doet. Ik deel maar even met jullie. Dit vond ik wel een beetje merkwaardig. De fiscaal adviseur stelt geen grenzen aan zijn eigen advisering. Nou, ik weet niet of dat tegenwoordig echt wel opgaat, maar misschien toch nog even een aandachtspuntje om een valkuil te voorkomen. Weet waar je moet beginnen en ook moet ophouden en dat je een andere discipline erbij moet betrekken. En dit soort dingen, ja, dat is van het pensioen eigen beheer. Ik denk dat in een combinatie van fiscaal, pensioenadviseur, accountant, jurist, dat je dit alleen maar goed kunt regelen als je iets wil regelen. Je kunt het ook gewoon laten zoals het is en ophouden met de opbouw. Dat kan ook. Dat is ook toegestaan. Kan ook een heel goed advies zijn, zeker. Absoluut.